Pieter van Genechten, organisator van de Grote Prijs, Rick Valooy, die is net gewonnen. Hoe is het verlopen, Pieter? Veel volk, zeker en vast, tussendoor een buitje, maar hoe is het? Wat is jouw visie erop? Ja, wel wat de buitjes betreft, denk ik dat ze op het juiste moment gevallen zijn. Hè. Ik denk dat voor onze toeschouwers en onze sponsors, ik denk dat ze droog zaten op momenten dat de buitjes vielen. En ik denk dat voor de renners ervoor gezorgd heeft dat het een mooie koers geworden is. Hè. Qua organisatie, heel wat werk. En dat is ook wel, je hebt een heel tof team, niet? Absoluut, dat klopt. We zijn hier met een groep die er een heel jaar mee bezig is. En als we dan kunnen zien wat we hier vandaag neerzetten, dan is dat wel plezant voor iedereen, denk ik. Dan uiteraard, de kijker die wil ook nog eens eventjes wat details van de uitslag. De winnaar komt uit Nederland. Dat klopt, ik heb zo net gezien dat het Koen Vermeldvoort geweest is, of geworden is. Ja, ik heb gisteren de ploegleider toevallig van Volker Wessels nog aan de lijn gehad en hij had mij verzekerd dat ze naar hier kwamen voor de winst. Dus dat maakt toch ook wel dat het leeft bij de ploegen en dat ze niet zomaar de grote prijs komen rijden om te rijden, maar dat ze effectief wel komen voor de winst. Prachtig. Nu hoor ik in de wandelgangen, Pieter, dat er ook volgend jaar of de komende jaren toch ergens eens uitgekeken wordt om eventueel beroepsrenners in de grote prijs Rick Valooy te laten rijden. Klopt dat? En wat is uw planning? Ik denk het niet. Het is Rick zijn wens om een koers te organiseren op het niveau van de belofte. En ik denk dat we heel sterk bezig zijn met hier een proforganisatie neer te zetten voor beloftevolle wielrenners. En ik denk dat we daar verder moeten blijven op inzetten. Welke nationaliteiten had je vandaag niet van heel de planeet zo'n beetje? Hè? Yo, geen idee. Inderdaad, ik denk was een Canadees team aan de start. Maar ik denk dat we ook vooral mogen kijken dat er een heel sterk deelnemersveld was uit Nederland met enkele continentale ploegen. We hadden ook Uno X uit Noorwegen, er was een Zweeds team. Het development team van Education First was hier aanwezig. En het zijn eigenlijk vooral die teams waar dat we verder willen op inzetten. Ik denk dat je dat ook bij de profploegen ziet, dat ze meer en meer belofteploegen aan het starten zijn. En ik denk dat dat een beetje de toekomst moet worden van de grote prijs. En we zagen een heel gelukkige Rick Valooy met heel zijn familie. Dat doet toch wel deugd aan een organisatie, hè? Nee? Absoluut. Het is daar ook dat we het voor doen, natuurlijk. Hè. We hebben hier een keizer van Herentals, dus ik vind ook dat hem geëerd mag worden op een gepaste manier. En dan nog eventjes om af te sluiten, de donkere keizer van Herentals. Ja. Wat zijn een beetje de ingrediënten, de kenmerken en is die al te koop? Ja, dat is een geheim recept natuurlijk. Dat kan ik hier zomaar niet verklappen wat de ingrediënten zijn. Maar ik heb begrepen dat hij vanaf morgen, denk ik, of vanaf maandag te koop zal zijn bij een aantal cafés hier op de Grote Markt en een aantal drankenhandels. En dan zal hij net zoals de blonde keizer van Herentals verder verspreid worden. Er zit een toets in van karamel, chocolade en whisky. Dus ja. Dat is zeer goed voor organisatoren, niet? Voilà, en absoluut. Er was vandaag ook een proef van Sportweekend van de VRT aanwezig. Ja. Morgenavond kan iedereen nog een verslag bekijken op de VRT. Intens dikke proficiat, Pieter van Genechten. Dank u wel. Succes nog voor de volgende edities. Dank u wel.